Het gaat dus opnieuw erg warm worden. En daarom stelt het RIVM voor morgen weer het Nationaal Hitteplan in. En volgens het instituut kunnen de oplopende temperaturen voor gezondheidsproblemen zorgen. Zeker mensen met een slechtere gezondheid zijn met hoge temperaturen kwetsbaarder. En daarom nog even een paar tips om de dag door te komen: drink voldoende water. Draag dunne kleding die je beschermen tegen de zon. En dan nog even over die zon: blijf er niet te lang in staan en zoek vooral de schaduw op. En als je dan toch in de zon moet zijn of erin moet lopen, smeer je dan goed in met zonnebrandcreme met de juiste beschermingsfactor. Doe lekker rustig aan, beperk de lichamelijke inspanning in de middag. Houd je huis koel, gebruik een ventilator, beter nog airconditioning of zonwering. En als laatste, let extra op de mensen in je omgeving die wat zorg nodig hebben. Nou, het hitteplan is dus uit de kast getrokken, maar of er ook een echte hittegolf komt. Daarover zo dadelijk onze weervrouw Diana Woei.